De werkzaamheden aan het Marlo-terrein in Beverwijk zijn bijna afgerond. Om de werkzaamheden af te sluiten zijn er op 6 december 3 bomen geplant. Dit is gedaan door Loek Scholten, voormalig eigenaar van het Marlo Center, Peter Horst van Dreefbeheer en Haidar Errol, wethouder van gemeente Beverwijk. Er is een rotonde aangelegd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. En ook de fietsroute is aangepast. Dit is gedaan om de veiligheid van de fietsers te vergroten. Loek Scholten, wat is uw aandeel geweest in de rotonde? Ja, wat is mijn aandeel? Ik heb een trein ooit eens een keer gekocht van Hoogovens, dat is een centraal magazijn. In 1994 en het heeft zich ontwikkeld eigenlijk, maar het was met de kartbaan. Het was eerst heel rustig, maar het werd steeds drukker en drukker. Er zijn zo'n 2 miljoen bezoekers in het jaar, maar het werd steeds gevaarlijker hier bij de kruising. Dus ja, dat hebben we dus aan moeten passen en daar ben ik 1 jaar of 10 mee bezig geweest met de gemeente. Om voor elkaar te krijgen dat we een rotonde zouden krijgen met gemeenschappelijke betaling en ontwikkeling. Dus 10 jaar geleden hebben we de eerste tekeningen laten maken, 10, 12 jaar geleden. En dit is uiteindelijk het resultaat geweest. Maar ja, je hebt natuurlijk te maken met projecten. Met de spoorwegen, met de provincie, met de gemeente, de brandweer. Vandaar dat het allemaal een beetje lang geduurd heeft. En de centjes natuurlijk. Peter Horst, Dreefbeheer Marlo Terrein. Wat is jullie aandeel geweest in de rotonde? Ja, wij hebben een financiële bijdrage gedaan. Zodat de gemeente uiteindelijk deze rotonde kon realiseren. En daarnaast hebben wij ook het gebruik genomen van de middenkern. Dus dat we dat onderhouden, mooi met beplanting. Wellicht in de toekomst met een mooi standbeeld of iets dergelijks. En daarvoor kunnen we een stukje signing van onze huurders en ons terrein doen. Zodat mensen die hier langs rijden weten waar ze langs rijden en waar ze naartoe moeten gaan. Dus dat ze dit mooie winkelcentrum kunnen bezoeken.